met de aftrap van Rasmussen. Met een wedstrijd tegen Metalist. Daar gaat Sikan. Nou, die bal is te hard en eindigt. Rasmussen in de bal. Daarachter Klaassen. Ook Kudus dook op bij de eerste paal. Gogolashvili. Sikan nu bij de tweede paal. Rens verdedigt uit. Kudus krijgt een klein zetje van Topalov. En daarmee op Bondarenko. Gogashvili, even let Bergwijn niet op. En dan zou dit de eerste kans kunnen worden in deze wedstrijd. Krishkiv. Oh, Gorter, ja, toch nog. Shakhtar werd kampioen met een voorsprong van 5 punten op nummer 2, Dnipro. Verloor het hele seizoen slechts 2. Of Aartsen, Krishkiv dus. Ook gelijk langs bij Aartsen en een kans om te schieten. Maar Rens ligt dan in de weg. Zo hangt de treffer voor Shakhtar. Oh, toch enigszins in de lucht. En Kasjuk. En Gogolashvili, maar geen inmiddels twee man voorbij. Rens mag een heel eind komen en verdient dan een penalty. Goeie actie van Divine Rens. Begonnen op eigen helft. Kudus oog in oog met Riznik. Ja, die kiest een hoek en Kudus jaagt hem min of meer door het midden. En zo komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Nou, geen spoortje twijfel bij Kudus. Zegt Kudus. En maakt hij het ook af daarna? Nee, Bergwijn mag het doen. Ah, goede redding van Riznik. En zo is het bijna 2-0, vlak na die openingstreffer. Corner van Van den Bomen. Kudus. Nee, Hato is het. Die gaat er een beetje aan onderdoor. En dan in de naastoot nog. Het. Kudus. Zubkov. En de vlag gaat omhoog. Gaat een beetje hangen, Tahirovic. Aan de schouders van wat hier gebeurt. Kudus en geef 2-0 voor Ajax. Zoeken. Diep op de helft van Shakhtar met Kudus. Is hij handig in de kleine ruimte? Ja! Ja! 2-0. Bergwijn na een uitstekende aanval natuurlijk. Goeie fase van de Amsterdammers. Zette Shakhtar met succes vol onder druk. Oekraïners komen er niet uit. Bergwijn. En Kudus. En Kudus. En 3-0 zelfs voor Ajax. Dat met 3-4 passes ineens zeer kansrijk wordt voor de goal van Riznik. En meer dan kansrijk. Ja, zo begint het. Bergwijn. Salah Eddin. En deze. Klaassen. Nee. Wel mat. Van den Bomen. Ah, schitterend. Kudus. Maar hij telt niet. Een derde van de middag. 1-2 met Rens is goed. Maar dan volgt niet de 4-0. Om de kers op deze aanval. Rasmussen. Ja, Rasmussen. Probeer nog even met een hoogstandje er 4-0 van te maken. Bergwijn leiden de Amsterdammers halverwege met 3 tegen een. Nou, een vlotte aanval van Shakhtar. Ja, dat is een. Nou, wie nu? Taylor, ja, die mag het afmaken, maar doet het niet. Nee. En zo is de eerste grote kans naar rust voor Ajax. Taylor krijgt hem daar niet langs die lange been. Bondarenko gaat. Ja, Bessie is er ook nog. Oh, ja, die. Die raakt Bondarenko blijkbaar. Hier is Brobby. Kan hem meegeven aan zijn maatje Taylor. Klaassen haakt een beetje af en Brobby bij de eerste paal. Ja, dat is eigenlijk een kansloze missie. Dat was echt heel weinig. Van den Bomen met Toirov en een schietkans. Serieuze kans voor Shakhtar met Kelsey.
En Sudakov, moet hij het dan doen? Nee, hij kan het niet doen. En dit schot wordt gekraakt en levert geen Gods. Zet aan. En is er langs. Goeie actie van Gods. En Taylor van Oekraïne onder 21. Vianunik helemaal vrijgespeeld. Nu het spel voor de goal. Voor de goal, Brobby voor de goal. Nou, Hato mag het dan afmaken. Nee. Sudakov gaat. Ja. Linkspoot in het hart van de verdediging. Die heeft een uitstekende paas in huis. Bessie maakt een fout. Maar Shakhtar profiteert niet via Vianunik. Leggen. Toydov, dit ziet er allemaal goed uit. Vlag in hemelsnaam naartoe. Nou, dan maar naar Linsson. Een corner. Net iets sneller dan Toydov. Die behoorlijk heeft lopen strooien vandaag met passes. Uitstekende openingen. Zo, dat is ja nogal de man op zoek wat Wijndal hier doet. Op het moment dat die Gogolashvili er langs dreigt te gaan. Castillo. Oh, dat is een goed balletje. Met heel veel gevoel. Beetje buitenkant meegegeven. Oh, ja. Nou, dat moet dan een gele kaart. Zou je kunnen zeggen. Oh, riskant. Pas weer. Goed gemaakt. Bessie. Ami, gooier. En Darami nog. Nee. Net te hoog gemikt. Wel een beetje ja, gelukkig misschien hoe die bal dan uiteindelijk op de goal gaat. Via een stuit. Begin Kudus naar Rust of Bergwijn. Mannen die kansen misschien wat gemakkelijker kunnen